Kies voor de samenleving, kies voor de rechtsstaat. Stop met kiezen voor chaos. Stop met drammen op een doodlopende weg. Dat is zo'n beetje wat mijn fractie de afgelopen weken af en toe of geregeld tegen dit kabinet zegt. Luister bijvoorbeeld naar wijze woorden in de Senaat. En ga echt wat doen aan de grote problemen in dit land waarvoor deze coalitie ontzettend veel vertrouwen heeft gekregen van de kiezer. En deze coalitie stelt daar alsjeblieft ook deze minister-president toe in staat. Want voorzitter, deze begroting gaat over meer dan alleen de dingetjes. Uiteindelijk gaat de begroting Algemene Zaken over wat voor land wil Nederland zijn. Gaat de begroting Koninklijk Huis over wat voor monarchie wil Nederland zijn. En bespreken we toch ook kort de vraag, wat voor kabinet wil de minister-president voorzitten? Voorzitter, ik begin met die eerste vraag. Wat voor land wil Nederland zijn? Nederland heeft altijd met een open blik naar de wereld om haar heen, dichtbij en ver weg gekeken. Niet voor niets was ons land medeoprichter van de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal, de verre voorloper van de EU, medeoprichter van de NAVO. En ons land trekt zich niet terug achter de dijken, maar neemt actief deel aan internationale samenwerking. Ik heb daarom wel grote zorgen over het optreden van de nieuwe regering. Miljarden worden wegbezuinigd aan ontwikkelingshulp. Minister Faber stuurt een onzinnige brief over een opt-out aan het verkeerde adres in Brussel. En een van de fractieleiders die de coalitie draagt stond afgelopen week op het podium met de Hongaarse premier Viktor Orbán, die Poetin gezind is en democratische waarden in zijn land onder druk zet. En de meeste EU-landen zagen tot nu toe een bondgenoot in Nederland bij het optreden tegen Orbán. Welke rol ziet de minister-president nu voor Nederland op het geopolitieke toneel? Hij kan een voorbeeld nemen wat mij betreft aan Ursula von der Leyen, die zich stevig uitsprak ook deze dagen over de gevaren van het Orbanisme. Voorzitter, we voeren dit debat iets meer dan een jaar na de afschuwelijke terroristische aanslag van Hamas op onschuldige burgers van Israël. Gevoed door haat richting het Joodse volk, haat voor het land Israël, vielen deze terroristen moordend en op heel veel walgelijke manieren burgers, weerloze burgers aan. Het is onvoorstelbaar dat het conflict wat daarop volgde hier in Nederland tot een grote misselijkmakende golf van antisemitisme heeft geleid. En dat kan zo niet langer. 70% van de leden van de Joodse gemeenschap in Nederland verbergt regelmatig de eigen identiteit. En voorzitter, dit is chefzaggen. Ik vraag via u de minister-president in de meest ferme bewoordingen afstand te nemen van het oplaaiend antisemitisme. En mijn vraag aan de minister-president is, wil hij het tot zijn persoonlijke taak maken om dit voortwoekerende kwaad van racistische discriminatie tegen een kleine, kwetsbare bevolkingsgroep te bestrijden? Is hij bereid om met de Joodse gemeenschap in gesprek te gaan, om te luisteren naar hun verhalen en te komen tot een concretere aanpak van antisemitisme? Op het gebied, voorzitter, één minuutje erbij had ik al geappt naar de Griffie. Op het punt van het Koninklijk Huis kan ik me volledig aansluiten bij de woorden van de heer Stoffer. Wij delen die visie op het ambt. En de laatste punt, voorzitter. Wat voor kabinet wil de minister-president voorzitten? Het kleinste ministerie staat de minister-president, heeft de minister-president, maar misschien wel met de grootste taak in deze omstandigheden. Als partijloos minister-president in een woelige coalitie. En ik kan dan alle ophef gaan herhalen van de afgelopen weken, daar heb ik helemaal geen zin in. Ik wil vooral dat Algemene Zaken en deze minister-president zijn werk kan doen. En mijn simpele vraag is, heeft u voldoende middelen om op dit moment die coördinatie en die ondersteuning van het kabinet vanuit AZ voldoende vorm te geven? U bent de eerste partijloze premier, daarmee is deze Kamer een experiment aangegaan. En ik zou het heel graag horen als uw departement of u daarin onvoldoende zich ondersteund weet. Want ik vind dat ook eigenlijk een verantwoordelijkheid van ons allemaal op het moment dat dit extra parlementaire kabinet, of hoe we het ook noemen zullen, gestart is. Dank u wel.